Een goedemiddag, nullers en nullerinnen. Van harte welkom bij de officiële opening van het carnavalseizoen 2018-2019. Robert, voor de kijkers die het niet goed begrijpen, wat hebben we zojuist gezien? We hebben zojuist 11 salutschoten gehouden om het carnavalseizoen te openen. 11 minuten over 2 zou 11 over 11 ook een optie geweest zijn vanmorgen? Had gekund, maar er moest nog heel veel voetballen. Dus hebben we hem verplaatst naar 11 over 2. Dan kan iedereen erbij zijn. Robert, ik zag ook na elke schot, dan krijgt lid van jullie de steek op. Dus vanaf nu mag pas de steek weer opgedragen worden. Ja, bij ons is het zo dat de 11 van de 11e, 11 over 11, ja, dit seizoen nou doen 11 over 2. Na de 11 salutschoten mag iedereen de steek weer op en de medaille is om en is iedereen weer in het volledig ornaat. En nu begint voor de president, zoals jij, natuurlijk weer een volledig seizoen met veel werk, veel tekstenwerk, make-up voorbereid. Ja, we zijn druk in voorbereiding. Volgende week hebben we 2 buurtavonden, dus dan moet het gebeuren. Dan ben ik op Prinsenbal. Je hebt een prachtig Prinsenpaar, maar die treden toch een keer af. Wanneer is dat? Het Prinsenbal is, moet ik even goed zeggen, 1 februari. We zijn hier begonnen aan het carnavalseizoen, maar jullie zijn al begonnen vrijdagavond bij de Fijne Sik, hè? Ja, dat klopt. Vrijdagavond was het hartstikke gezellig in Vragende. Ja. Dus Vragende verlegde grenzen? Ja, maar Vragende heeft al vaker de grenzen verlegd. Ja. Er zijn al vaker 2 dames geweest en 2 heren. Heb je er lang over moeten nadenken voordat je ja zou zeggen? Nee. En waarom niet? Ik had er wel zin in. Leek me wel leuk. En naast jou staat Marianne, jouw adjudant. Marianne, wat ging er door je heen toen je gevraagd werd? Oh, dat lijkt me wel mooi werk. Ja, jong geleerd, oud gedaan. Ervaring in het carnavals gebeuren? Jazeker, ik ben namelijk echt een grootste. Dus het carnaval zit me in het bloed. Ik ben nu na 30 jaar in de burger te vragen, dus nu wou ik nog vrede te zeggen dat ik een grootste ben. Je begrijpt dat de prinses ook import is? Ik ben ook import, ja. Ik kom uit Winterswijk. Wat is jullie doelstelling voor dit jaar, voor het carnavalseizoen? Een mooi jaar van maken. Gezellig. Ja, en hopen dat het nooit dreugen wordt, want we zijn een levelde, dus het regent. Ons motto is... Met 2 importvrouwen in de Sikkerstal vieren jullie dit jaar carnaval. Alaaf! Luc, er zin in? Ja, zeker weten. Morgen weer even nog een paar maandjes voordat het nieuwe Prinsenpaar komt. Dus ja, we hebben er zin in. Was het een lange periode tussen de as woensdag en de 11 van de 11e? Nou, uiteindelijk gaat het wel snel voorbij. Maar even rust tussendoor is ook niet verkeerd. En die rust, Jitske, die had je nodig? Ja, dat kun je wel zeggen na zo'n carnavalsweek, laat maar zeggen. Ja, nee, maar het was ook hartstikke mooi. Dat is echt onvergetelijk. Ja, het is natuurlijk sowieso een eer om het te worden hier in Lievelde. En voor mij natuurlijk al helemaal. Ik kom niet uit Lievelde, maar dat maakt het wel heel mooi. En ik voel me hier echt wel daardoor heel erg thuis. Ze nemen mij echt hierin mee. En dat is echt, het is één grote groep gezelligheid. Luc, wat kun jij advies geven aan het Prinsenpaar wat in februari zal aantreden? Heel veel plezier erin hebben en gewoon alles op je af laten komen. En dan loopt het vanzelf. En aankomende vrijdag, dus zaterdag de buurtavond? Ja, aankomende vrijdag en zaterdag hebben we de buurtavond. Vrijdag is al compleet uitverkocht. Voor zaterdag zijn er enkele kaarten beschikbaar. Dus wie nog wil komen, welkom.